Maar die hebben echt geen erfenschenkbelasting. Nee. Net zoals trouwens nee. Noorwegen, Noorwegen, Zweden, Finland. Nou, dan ga je daar toch lekker heen? Doe je dat nou lekker? Ja, als dag. Ga je inderdaad weg. Podcast. Welkom. Waar zou die zijn? Waar zou die zijn? Wie zit er in de podcast? Dat is de vraag. En dat gaan we meemaken in 3, 2, 1. Wiebren van Haga. Mooie timing, hè? Zo, we snel, zijn begonnen, hè? Al. We zijn begonnen. Ja, we dachten, we beginnen gewoon live alvast. Op de eten. Normaal zijn jullie zo langzaam. Bedankt. Ja, het wordt ook een korte podcast. Ja. Ik heb eigenlijk maar 5 punten en ik weet niet welke 5 punten. Ik 15. Of, 15. Dus we komen er wel aan okay. Ja. Het is een nieuwe aflevering van deze podcast. Ja, laat ik dan, we gaan in ieder geval het hebben over de politiek van de afgelopen week. Want wat een weekje was het, hè? Nou. Maar de allereerste vraag. Heb je al wachtgeld ontvangen? En ik heb het ook al weggegeven. Weggegeven? Ja. Oh, aan? Ja. Aan de armen. Nou, de laatste maand bijvoorbeeld aan In de Pen. Weet je wat In de Pen is? In de Pen? In de Pen. Nee, ja, is dat voor Independent of In de Pen? Mediakanaal, In de Pen. Gaan we eens naar www.independent.nl. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord, maar dat kan aan mij liggen. Maar wat is dat voor iets? Een onafhankelijk mediakanaal. Maar waarom heb je het weggegeven dan, dat geld? En specifiek aan In de Pen, wat maakt... Omdat ik het heel belangrijk vind dat er nieuwskanalen zijn zoals jullie, zoals Weltschmerz, zoals In de Pen, zoals Ongehoord Nieuws. Ik heb geen euro ontvangen. De andere krant. Nee, maar jullie verdienen genoeg. Nou, dat is niet zo, Wiebren. Daar hadden we het nog laatst over, dat ik hartstikke arm ben. Ik vroeg laatst nog aan hem, hoe word je nou rijk? Ja, maar jij bent ook niet op geld gericht. Nee. Dat is het probleem. Jawel, ik zeg nu elke dag tegen mezelf, ik hou van geld en geld houdt van mij. Nou, wat was het ook alweer? Nu had je een woord voor. I love money and money loves me. Manifesteren. Manifesteren, ja. je moet gewoon je vrijheid kopen en dan moet je eerst geld verdienen. Ja, of je moet een rijke vader hebben, toch? Dat scheelt ook een slok op een borrel. Ja, maar krijg je eenmalig wachtgeld of is dat maandelijks wordt dat uitgekeerd? En ga je dan maandelijks ook aan In de Pen uitkeren? Of aan mij. Elke keer iemand anders. Oh ja. Wie wordt de volgende? Geen idee. Bepoond? Sarah Bakker BV? Zeker niet. Ja, dat lijkt... Zeker niet. Sarah Bakker BV. Je bent nog heel jong, je hebt niks nodig, joh. Oh ja, super. Zullen we het over de politiek hebben? Heel graag. Ja, want, dat was hier van de week ook al. Zeker. Ja. Ja, Wiebren, hoe heb jij naar de afgelopen politieke week gekeken? Duid heel even, wat hebben we gezien? Waar hebben we naar zitten kijken? Ja, het resultaat van het feit dat wij geen systeem hebben zoals in Groot-Brittannië of in de Verenigde Staten. Zodat allerlei kleine partijtjes en kleine mensjes enorme invloed kunnen hebben op het proces. En het belangrijkste is natuurlijk dat Geert Wilders met grote overmacht de verkiezingen heeft gewonnen. De volk van het stem is gehoord, we hebben gesproken. En hij wordt geen minister-president. En ik vind dat echt schandalig. Ja, de stem van het volk bedoel je, niet de volk van de stem. Dat zei je. Dat is ook niet erg. De stem van het volk. Van het stem. Heb je dat dan ook persoonlijk laten weten in een appje bijvoorbeeld? Nee, maar dat... Geert. Ik heb echt wel eens met hem, maar... Nee, dat heb ik hem niet laten weten. Maar misschien dat hij hier naar kijkt. Dat weet ik wel zeker. Maar het zou terecht zijn als hij gewoon premier zou worden. Ja, en, maar dat wordt hij niet. Ja, maar dat is toch... Nou, dat weet ik niet. Misschien dat het nog wel zo... Nou, Omtzigt wil dat dus echt niet. Nee, hè? Dat is twee van de vier, VVD en NSC willen het sowieso niet. Nou, VVD zegt liever niet, Omtzigt zegt sowieso niet. Het is geen blokkade voor de VVD. Ja, en nu hebben ze dus een programkabinet. Nee, maar laten we wel wezen. De VVD, vind ik, speelt een hele realistische, pragmatische rol. Die zegt, goh, we hebben verloren, maar we gaan wel meedoen. En ze hebben geen blokkade opgeworpen. Ja. Maar Pieter Omtzigt, die heeft gezegd, ik heb 20 zetels... ik ben Pieter Omtzigt en mijn ego verbiedt het eigenlijk om hiermee in zee te gaan. Waarschijnlijk nog door de trauma van het CDA. Ja, is het een ego-dingetje, denk je? Natuurlijk. Ja? Ja, is het niet een staatsrechtelijk ding? Dat ze zeggen van ja, we hebben niet voor niks onze politieke partij een nieuw sociaal contract genoemd. Dan gaan we niet met iemand in zee die bepaalde dingen in zijn partijprogramma heeft staan die tegen de grondwet ingaan. Nou, hij gaat tegen de wil van het volk in. Want het volk heeft niet Pieter Omtzigt de grootste gemaakt, maar Geert Wilders. Mm-hmm. En dat is, kijk, ze lijken natuurlijk ook een beetje op elkaar, hè? Geert heeft volgens mij nog nooit een baan gehad en zit 25 jaar in de politiek. En Pieter Omtzigt heeft nog nooit een baan gehad en zit 20 jaar in de politiek. Ja. En ze zijn alle twee heel erg hard bezig met voor andere mensen te bepalen hoe de wereld eruit ziet. Maar goed, dan moet het kabinet wat er nu dan waarschijnlijk gaat komen jou wel aanspreken. Namelijk een programkabinet. We gaan zo dadelijk het heel even hebben over de definitie daarvan. Daar heb ik vandaag ook nog een minister iets over gevraagd. Maar een programkabinet is een soort zakenkabinet. 50% wordt geleverd van de ministers door de politieke partijen zelf. 50% komt van buitenaf. Dat kan iemand zijn met expertise. Dat kan iemand zijn die al in het onderwerp zit. Wie heeft dit besloten?
Nou, dat hebben ze Putters. Met vieren. Nou, dat is omschrijving van Kim Putters geweest. Kim Putters die komt naar voren met een nieuw woord, hè, een programmakabinet. Ja. Nou, vroeger noemden we het gewoon een zakenkabinet, toch? Ja. Ja, want dat betekende eigenlijk verstand van zakenkabinet. Dus dat je niet Hugo de Jonge op volkshuisvesting zet, want die weet er gewoon helemaal niets van. Nee. Hugo de Jonge kan op onderwijs, want hij komt uit het onderwijs. Ja. Dus dat is een zakenkabinet en nu noemen ze dat een programmakabinet. Ja, er is nog een soort van vrije invulling aan. En ik denk dat bij een zakelijk kabinet er iets minder vrije rol in zit. Ja, nu kunnen ze ook nog een dun regeerakkoord. Precies. Ja. Nee, maar bij een zakenkabinet heb je toch gewoon mensen met verstand van zaken die op een bepaalde post worden neergezet. Ja. Nou, dat, volgens mij is bij een programmakabinet hetzelfde. Alleen heeft Kim Putters dat dan ingeperkt. 50% van de mensen moet verstand van zaken hebben. En 50% van de mensen... Zijn no-no's. Dat zijn mensen die hebben gefolderd vanaf hun politicologie-studie. Ja. Als je maar lang genoeg foldert, dan kan je in een programmakabinet die 50% quotum... Jij zou ook gevraagd kunnen worden als minister. Ja, voor vastgoed. Waarvoor? Huisvesting. Nee, ik ben elektrotechnisch ingenieur. Ik heb bij Shell gewerkt. Ik heb een zonnepanelenbedrijf gehad. Dus op de energietransitie zou ik... Minister van Klimaat en Energie. Dat zou ik heel graag doen, zeker. Dan een korte met te maken met al die onzin die Rob Jette heeft ingevoerd. Dus je staat er open in. Volkshuisvesting lijkt me ook nog wel leuk. Ja. Maar voor de rest moet je mij niet vragen natuurlijk. Had jij een beetje een goede band met Dylan Jasielgus? Want misschien dat je via die route dan weer erin kan. Toen ik bij de VVD wandelen. Zat eigenlijk wel, ja. Ze heeft me nog wel eens geholpen met folderen. Nou, hier. Leuk. Ja, in Haarlem. En toen kwam ze echt helemaal langs en kwam ze me helpen. En dan was, toen had ik een Tesla gehuurd, mm-hmm. Tesla Model X, en dan was ik groen rechts. Nou, daar was iedereen heel boos over, van nee, dat mag helemaal niet meer, want dat is ooit een keer gefaald. Maar groen rechts is natuurlijk hartstikke goed. Ja, dan heel even terug naar Pieter Omtzigt, voordat we het gaan hebben over even de invulling van dat programmakabinet. Jij hebt natuurlijk ook in de Kamer gezeten, bij de VVD, Forum voor Democratie, toen voor jezelf. Dus je hebt Pieter Omtzigt ook wat jaartjes meegemaakt. Ja. Er gaan natuurlijk heel veel roddels rond, dat hij emotioneel instabiel is, dat hij, he's not up for the job, zeg maar, hij kan het niet. Hoe heb jij hem meegemaakt? Nou, dat hij emotioneel instabiel is, dat klopt. Maar dat hij niet up for the job is, dat weet ik niet. Want volgens mij is hij een hele intelligente, vasthoudende politicus. Ja. En dan kan je je afvragen, voor welke job is hij dan geschikt? Nou, ik denk dat hij een van de beste Kamerleden is die we hebben. En is Wilders nou echt zo'n egomannetje als dat het lijkt op Twitter? Is hij nou echt, want heel veel mensen zeggen als kritiek op Wilders... Kijk, het feit natuurlijk dat we er niet meer over hebben over een meerderheidskabinet... dat we het hebben over een programmakabinet, extra parlementair, bla bla bla... Mm-hmm. Dat volgens heel veel critici zegt dat alles over degene die het hoofd is van de onderhandelingen... namelijk Geert Wilders. Geert Wilders is niet capabel genoeg om mensen binnen boord te houden... om mensen goed met elkaar te verbinden... Is hij inderdaad zo'n ego-mannetje die gewoon dom aan het twitteren is... en het allemaal geen ene reet interesseert hoe het met een ander gaat? Nee, volgens mij heeft hij gewoon een hele goede leerschool gehad bij de VVD. En heeft hij daar gezien dat als je heel veel leden hebt, dan heb je ook heel veel problemen. En als je iedereen laat meepraten, dan wordt het een Poolse landdag. Dus hij heeft geen leden. Nee. Dus hij beslist alles zelf. Ik vind juist dat hij heeft laten zien door nu af te zien van het premierschap... dat hij een ongelooflijk groot gebaar heeft gemaakt. En dat ik denk dus dat helemaal... een slimme zet van hem is geweest. Dat gaat dus helemaal niet om zijn ego. Hij wil gewoon echt... Nee, maar het is ook wel politiek. Een politieke afweging. Om hij is natuurlijk politicus. Hij heeft nooit iets anders gedaan. Dat is waar. Het is een hele goede afweging. Ja. Het is heel slim dat hij dit doet. Ja, maar ik begrijp hem ook dat hij dit zegt. Het is stuitend dat het heeft moeten gebeuren. Ja. Hij heeft geconcludeerd. Ja. Oké, Pieter en Dylan en Caroline. In het belang van Nederland. In het belang van Nederland. Hé, mooi. Kijk, we hebben weer. Piep. Mooi, dat rondje hè, wat je dan maakt. Dankjewel. Je kan ook een hoop, hè? Bruggen bouwen. Jij kan een hoop. Doe mij een bruggen bouwen. Ja, is goed. Maar hoe nu verder? Dat is dan de vraag. En nou ja, nu zijn ze dit programmakabinet aan het onderzoeken. En dan gaan ze heel veel namen gaan ze langs. Wie? Mona Keizer? Zeker, tuurlijk. Ja? Ja. Wie nog meer? Kim Putters, Johan Kim Putters. Remkes. Nee, maar ja, Timmermans heeft Blaster. Gezegd... kamp Partij van de Arbeid GroenLinks... gaan we niemand inzetten. Rob Jette heeft het ook al gezegd. Bontebal heeft het ook al gezegd. Dus, wordt lastig. Maar dat is toch ook veel beter? Je wilt toch ook geen GroenLinkser of Partij van de Arbeid... in een zogenaamd rechts kabinet? Ik denk dat goed is, alleen... Dan wordt heel Nederland gek. We hebben rechts geprobeerd te stemmen. Nou, dat is niet gelukt, want NSC is knijterlinks en... Je begint nu al te lachen.
En Geert Wilders is ook kneterlinks, hè? Een links economisch programma. Dat is waar, absoluut. Alleen ja, dus, immigratie. Maar als je dan ook nog allerlei Partij van de Arbeid mensen en halve communisten in dat kabinet gaat fietsen. Ja, dan, maar dan, wie dan? Dan is het wel even lekker speculeren. Dat is ook wel... Leuk. Mona Keijzer, dat dan niet per se een speculatie, ook wel, maar wel realistisch. Mm. Natuurlijk komt Mona Keijzer in dat kabinet. Ja. Mona Keijzer komt minister-president. Nou, dat zou kunnen en ik zou dat toejuichen. Zij komt uit een ondernemersgezin. Ja. Zij is voor en door ondernemers. Zij is voor de boeren. Het is wel een hele stylische Volendammer overigens. Mona heeft altijd zulke pinnen aan. Ja, nou, ja, just FYI. Dat is ook wel leuk. Even meiden. Een vrouwelijke touch. Ja, nou, jij. Ik niet. Jij niet. Nee, inderdaad. Het zijn wel hele dikke zolen. Ja, klopt inderdaad. Heb jij wel eens hakken gedragen? Nee, okay. Ik ben geen Tim Hofman. Mooi. Ik hou van... Maar stel, er komen misschien toch verkiezingen. Je weet het niet. Ook dat is... Dan doen we weer mee. Ja. Ja. Precies, ga je dan weer meedoen? Natuurlijk. Ja? Gaan we dan ook weer flyeren? Waarom kijk je zo verbaasd? Nou, ik dacht, nou, misschien heb je een soort van... na 5 maanden zijn we nu verder, hè, sinds november. Ja. Dat je denkt van... Ja, het zal allemaal wel. Ik vind dit ook wel fijn. Je zit in een... Ja, je gaat je niet aansluiten bij bijvoorbeeld jaar 21 of zo. Of inderdaad, aansluiting vinden. Nee, wij zijn een partij van ondernemers, van hardwerkende mensen. Ja. En bij jaar 21... Ja, daar zitten weinig ondernemers en weinig hardwerkende mensen. Oké. Okay. Ja, VVD. Ik denk niet dat ik niet meer welkom. Nou, geen terugkeergarantie, nee. Nee. Dat is heel jammer. Ik ben 38 jaar lid geweest van de VVD. Ja, echt een ondernemerspartij. In de tijd van Bolkestein was het een ondernemerspartij. Precies. Ging het over vrijheid en verantwoordelijkheid. Ja. En nu is het een links-socialistisch clubje mensen. Waar loyaliteit gaat boven kwaliteit. En dat is doodzonde. Speaking of de VVD. Ik sprak Connie Helder. Over het volgende, namelijk of Connie, toch mijn favoriete VVD'er, Kev, dat weet je. Hè, als wij nu tegen elkaar zeggen Helder, dan? Zeggen we... Connie. Waarom dan? Connie Helder zei het volgende over het programmakabinet. Goedemorgen. Ik heb een korte vraag voor u. Het is inderdaad best wel koud vandaag. Wij maken een podcast en die luistert u natuurlijk wekelijks. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, niet altijd, nee. Nou, het is u vergeven. Even een korte vraag, wat is een programmakabinet? Ik ben ook nog even aan het studeren op de term, maar in ieder geval begrijp ik een vorm van extra parlementair kabinet, maar wel met een specifiek programma. Ja, dat lijkt me ook logisch. Ja, en waar komen de ministers dan vandaan? Ja, dat weet ik nog niet. Ik weet natuurlijk alleen maar wat de heer Putters daar gisteren over gezegd heeft van een soort 50-50 verdeling. En verder gaan we nu eerst over de inhoud spreken. Dat gaat gebeuren en daarna zien we verder hoe precies. Ja. En heeft u het idee dat dit een heel fragiel systeem gaat worden? Ik heb geen idee. Ik laat het op me afkomen. We gaan het eerst over de inhoud hebben en dan verder. En vandaag gewoon weer aan het werk. Laat u het lekker op u afkomen. Dat is sowieso de beste methode, denk ik. Nou ja, ondertussen zijn we wel het land aan het besturen en dat moet ook gebeuren. Dus dat ga ik vooral doen vandaag. Dank u wel. Doeg. Connie wist het zelf ook niet helemaal. Ze zei, nee. Ja, het is zo dat we dan op 50-50 ministers gaan leveren. 50% uit de partij, 50% van buitenaf. En dat we een dun regeerakkoord hebben. Maar ze zei, ja, ik ben druk bezig met het land besturen. Dus ja, ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd. Geen tijd voor een nieuw kabinet. Ja, nee, maar heel veel ministers weten het zelf dus ook niet wat er aan gaat komen. Nee, maar het zou wel goed zijn als ze nou niet een heel dichtgetimmerd regeerakkoord zouden hebben. Maar gewoon een dingetje op hoofd lenen en dan verder de Kamer aan het woord laten. Dat heeft ook iets heel gevaarlijks in zich. Het is niet houdbaar, denk ik. Ja, wel, denk je wel? Ja. Ja? Ja, zeker. En het had veel vaker moeten gebeuren. Want nu zit de hele oppositie er 4 jaar voor spek en bonen bij. Ja. En dan heb je gewoon echt nog wat in de melk te brokkelen. Ja. Maar het grote probleem is dat al die partijen, bijna allemaal, laten we zeggen op jaar 21 en Vorm voor Democratie na, hebben een totaal links-economisch programma. Dus dan gaat alle economische dingen die gaan helemaal over links. En je bent er heel bang voor, hè, voor de toekomst van dit land. Ik zie het gebeuren. De bedrijven vluchten het land uit. Het is een exodus van kapitaal, van MKB'ers. De productie wordt verplaatst naar goedkope lonenlanden. Mensen die wat vermogen hebben, die succesvol zijn geweest, die gaan verhuizen naar een land waar je geen erf- en schenkbelasting hebt. Nee, zoals Gabon. Gabon is een heel mooi land. Daar heb Gabon is een land in West-Afrika. Ja, daar heb ik lang gewoond. Maar die hebben echt geen erf- en schenkbelasting. Nee. Net zoals trouwens Noorwegen, Noorwegen, Zweden, Finland. Nou, dan ga je daar toch lekker heen? Doe je dat lekker? Als je doorgaat, dag. Krijg je inderdaad weg. Kappertje. Je zegt nog net niet, tieft je lekker op, hè? Nee, dat zeg ik niet. Nee. En dat zeg ik ook net niet, want ik zeg het niet. Nee, maar als jij je zin krijgt, dan krijgen we ook nog een vertrekboete.
Helemaal niet. Ik wil het gewoon niet met je eens over erfenisbelasting. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Jij bent het daar niet mee eens. Ik ben het niet met jou eens. Dat is toch prima? Als ik jou wat wil schenken... Ja, dat vind ik dat gebeurt niet. Want geld krijgen we ook al. Nee, inderdaad. Dan vind ik dat de staat daar niets mee te maken heeft. Mijn geld, ik heb het verdiend als ik jou 100.000 euro wil geven... Hoezo? Ja, hoezo ben ik het wel helemaal mee eens. Ik helemaal niet. En het is... Super. Nee, ja, prima. Ja, dus de staat heeft daar een rol in? Nee, dit is retoriek. Wat je nee, doet. Het is helemaal geen retoriek. Jawel, want het is helemaal niet zo dat ik zeg van... ik sta er heel erg voor open, ik sta toe te juichen dat de staat een rol niet speelt. Ik zeg alleen, als je arbeidsbelasting hebt en je hebt erfbelasting... vind ik het ridicuul dat je bijna de helft van een euro waar je voor werkt... moet inleveren aan de staat. En hetgeen waar je geen ene reet voor hebt gedaan... Nee, daar bijna heb je al 50% nee, over betaald. Jij hebt daar iets over gedaan, niet jouw kinderen. Daar is toch al belasting over gegaan? Daar gaat het niet over. Ja. Nee, het gaat erover. Ja. Op het moment dat jij dat geld krijgt... Het is dan moet jij. Nee, maar dit is een diep... Via Wieberen, niet via de kinderen van Wieberen. Ja, nou het is niet diep marxistisch. Nee. Het is gewoon realistisch en goed voor de kansenongelijkheid. Nee. Omdat we wat beter dicht te trekken. Yes. Ja, maar het is toch prima dat we... Ik jij zo'n standpunt zou innemen. Want, hierover. Want nee, dat is ook weer framing op niks af. Ja. Omdat ik een grote bek heb. Nee, omdat je waarschijnlijk zelf nog niet een keer... heel erg hard heb gewerkt, belasting heb betaald en een beetje ja, wel, ik betaal heel veel belasting. En ik werk ook heel hard. Hoeveel belasting betaal je dan? Dat ga ik jou niet zeggen. Ja, nee, ik moet alles vertellen over mijn inkomen. Nee, ik vraag jou helemaal niet of je hoeveel belasting je betaalt. Je vraagt waar heb je wachtgeld aan uitgegeven? Ja, maar dat lijkt me heel logisch, omdat je daar een hele grote mond over hebt gehad. En hoeveel belasting betaal je? Nou, dat gaat niemand ene reet aan. Ja, nee, maar dit is wel een leuk. Maar dit om hier is niet... Nee, maar dit is wat Wieberen en ik altijd dit soort gesprekken hebben als die camera uitstaat. Maar... Nou, nu staat hij aan, hè? Ja, precies. Dus ik zend het ook integraal uit, hoor. Don't you worry. Maar het gaat erom... Het gaat er niet om hoeveel je verdient. Het is niet zo dat ik een hekel heb aan rijke mensen. Ik hoop dat ik ooit een rijk mens word. Dat is alleen kapot maken. Nee, ook niet. Want het is helemaal niet zo dat ik mensen kapot maak. Van mijn part doe je gewoon tot 5 ton nul belasting. Het gaat mij om die grote vermogens, dat die bijna niks betalen. Het gaat erom dat de familie Heineken van generatie op generatie niets hoeft te doen. En dat dus is niet eerlijk. Je bent een limitarist. Dus eigenlijk vind jij dat jij kan bepalen dat er een grens is... en daarboven moet je alles aan de staat geven. Nee, dat is gewoon ook niet wat ik zeg. Nee, ik zeg niet alles aan de staat geven. Ik zeg tot 5 ton. Pleur maar lekker op. Of weet ik veel. Zoek het uit. 25 miljoen, zei Sander Schimmelpennink. Laat er een onderzoek op los. Prima. Ja, dat is het gaat me erom dat onderzoek die grote vermogens moeten worden belast. 2,2 miljoen. Ja, nee, punt is gemaakt. Okay. Precies. Dan, ja. Wij zijn het er niet mee eens. Jij bent het daarmee eens. En nou, ik ben het niet go. Met jullie eens. Ja, prima. Vrij naar de politiek. Mooi. Terug naar de politiek. Ja. Willen we er nog iets over weten? Nou ja. Hoe lang denk jij dat het gaat dat ze het gaan volhouden? Denk je dat het gaat vallen? Met die ego's en met die... Ja, dat is ook inderdaad een vraag. Ik vraag me dat echt... Ik denk dat dit een heel instabiel kabinet gaat worden. En, dus het gaat wel komen, maar dan instabiel? Ik denk dat het er zeker komt. Want ik denk het ook. Kijk, Omtzigt kan natuurlijk niet na al die omwegen en rare bewegingen... kan hij niet... Zeggen, hij kan nu niet meer. Nee, nu kan hij niet meer terug. Dat is het ding. Dus er moet nu iets komen. Maar dan komt er daarna iets van... Ja, maar er zijn ook gezinnen en die... En die zijn heel arm en die moeten toch een heel snel valt. Te wispelturig ook daarin. Ja, en het moet altijd om Pieter Omtzigt gaan. Ja. Dus je zag nu ook, hè, er was een soort akkoord en je zag telkens Geert en Caroline en Dylan zag je naast elkaar zitten. En die waren het eigenlijk best wel met elkaar eens. En Dylan hoefde niet op de voorgrond, want Geert had de verkiezingen gewonnen. En Caroline deed ook een stapje terug. Maar prima, hè? We gaan dat gewoon doen met z'n vieren. Een grote stap, zeg maar een stap als het over Caroline gaat. Okay, maar toch, ze schikten zich in hun rol. Wat bedoel jij nou? Nee, maar de enige... Nou, dit is een beetje bodyshaming. Ja. Nee, dit is geen bodyshaming. Dat dacht ik dus ook. Nee, dat is geen bodyshaming. Jawel. Je begon net ik voel me er heel schuldig over. Ga verder, ja. Nee, het was niet bodyshaming. Het was gewoon grappig omdat ik Caroline van der Plas gewoon een vrouw vind. Niet een meisje. Nee, maar goed, de enige die zich... Dat is een goede grap hoor. Daar gaat het niet om. Ga verder. Nee, maar de enige die zich niet in die rol kon vinden... Ja. Omdat het niet voldoende over hem ging, was Pieter. En... Hij deed toen een stap terug van, nee, dit kan allemaal niet meer. Ik neem de dienstauto van Plasterk en ik rijd naar een hotel... en ik ga daar een persconferentie geven waar de rest niets van weet. Ik stuur iedereen een appje en ik blaas de hele boel op. Op dat moment ging het weer helemaal over Pieter. En Pieter snapt ook heel goed, want hij is in zijn hele leven alleen maar politicus geweest... dat hij de macht heeft. Er is geen kabinet te vormen zonder NSC. Wanneer komt er een kabinet? April? Mei? Nou, ik mag toch hopen... Ik hoop zo snel mogelijk, want je hebt de wet betaalbare huur van Hugo de Jonge. Nou, en die moeten we afschieten, want anders kan niemand meer een huurwoning vinden. Ja. Dus?
Nou, dus ik hoop gewoon dat ze binnen 6 weken rond zijn. Ja. En dat Hugo de Jonge dan het is haalbaar. Naar het Rijk der Fabelen wordt. Dus medio april, eind april is. Ja, 1 mei zou mooi zijn. Dag van de arbeid. Op het bordes. Ja, dag van de arbeid. Precies. Dan doen ze toch nog iets voor de Partij van de Arbeid. Precies, ja. Oké. Dan hebben we een kabinet. En wanneer valt het? Precies. Ik denk... augustus. 1,5 jaar later. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Nou, dat is ja. Nou, we hebben 2 jaar. Een mooie periode. Goed. Wiebren, dankjewel. Ik vond het leuk. Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk. Tot de volgende keer. Doei. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan. En druk op het belletje. Doen.